Als onderdeel van de herindeling van de Steenstraat onderzoekt de gemeente de beleving van de veiligheid. RTV Arnhem ging naar de Steenstraat om alvast de meningen te peilen. Nou, wat vind je van de veiligheid van de Steenstraat? Op zich voor het verkeer is het heel moeilijk geworden als je auto rijdt. Links of rechts voorrang. Er wordt mij door de fietsers geen voorrang verleend. Die kijken niet. Je moet als automobilist zeer attent zijn. De fietsers rijden tevens met z'n tweeën aan beide kanten. Dan is er geen mogelijkheid meer voor de automobilisten om door te rijden. En vaak wordt de situatie voor automobilisten moeilijker, omdat fietsers beschermd worden. Heeft u wel eens een ongeluk meegemaakt op de Steenstraat? Ik heb nog geen ongeluk meegemaakt, maar ik ben bang dat er toch ongelukken zullen gebeuren. Ik vind dat u wel vooruit is gegaan, maar de ene vindt het niet, de andere wel, maar ik hou er rekening mee. Ik hou rekening met fietsers, ik kijk beide kanten op. Maar er zijn mensen bij die geen ene kant op kijken en die steken zo over. Ja, dan kan je je probleem verwachten, maar dan verwacht je ook op een andere straat. Dus niet geen ervaringen met ongelukken met fietsers, voetgangers? Een stukje niet, nee. Heel in het begin, vroeger hebben we het gehad, maar nu zijn we er helemaal aan gewend. Ik vind het gewoon, mensen rijden zelfs ook wat langzamer door de straat. Want ze zijn daar in die bult, dus dan voelen ze die bult en dan denk je, oh, ik moet iets langzamer rijden. Nou, waardeloos. Want zoals ook die drempels. En ook zoals de fietsers die aan deze kant heen mogen. Dat vind ik een beetje lastig. Want als je een beetje met auto langskomt, dan heb je wel eens groot kans dat ze omver rijden. Ze rijden af en toe met drie man naast elkaar. Dus u heeft slechte ervaringen mee? Ja. Dus u vindt dat ze de straat vernieuwd hebben op Steenstraat, vindt u geen vooruitgang? Nee, zoals je drempels dan, hè, dat is waardeloos. Maar zou dat dan niet juist moeten helpen, zodat de automobilisten wat zachter gaan rijden? Ja, dat wel, maar je hebt af en toe dat eentje hoger is als de andere. En dan als je een beetje met een vaart aankomt rijden, zo'n 30 kilometer, dan krijg je in één keer een klap. Hoe zou u het aanpakken dan? Nou, ik zou het moet wel, want als je af en toe wel eens ziet hoe ze hier doorheen rijden, nou, het is iets verschrikkelijks. Heeft u al een ongeluk meegemaakt op Steenstraat? Nee, nog niet. Nee, gelukkig niet. Denkt u als het zo blijft doorgaan dat hij wel gaat komen? Ja, ik denk het wel.